Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen. Het is hoogseizoen op de ASIC-Wellington-renbaan van Oostende. De TRC slaat maandag op de 9e race, de prijs Bingo, en die wordt uitzonderlijk gelopen op de grasbaan. Dit vergt specialistenwerk en dus is het uitkijken naar Kunzi FD die met het nummer 7 aan de start verschijnt. Deze Mary toonde 2 zomers geleden al dat ze aardig uit de hoeven kan op zo'n baan. De voorbije weken liet ze ook nog eens haar grote zomervorm zien. In Waregem kon ze al 2 keer winnen. Haar jongste zege dateert van 24 juli. Driver Niels van den Bergen volgt hier in de paarsgroene kleuren nog rustig in 7e positie. Na 1 ronde komt Kunzi FD aan de buitenzijde postvatten in 2e stelling van de leider Proud of GMC. Maar als deze favoriet op 200 meter van de aankomst in galop springt, ligt de weg open voor de 10-jarige Mary. Met deze vorm kan ze maandag in Oostende meestrijden voor een nieuwe zege. Haar belangrijkste rivaal wordt het nummer 6 Hermes Herblinet. Met Christophe de Puyt won deze Franse draver in juni nog in Waregem. Maar vorige maandag liep hij op de grasbaan van Oostende. Hermes Herblinet in de rode kleuren volgt in 2e stelling achter de lijnen de Mr. Brown. In de eindfase probeert Christophe de Puyt nog een eindoffensief, maar meer dan een 2e plaats zit er niet in. Deze plek kan nu opnieuw een doel zijn en de grasbaan een voordeel. We zouden onze TRC kunnen aanvullen met de regelmatige Never Lost EV, die met het nummer 1 aan de start komt. Toch geven we de lichte voorkeur aan het nummer 3, I Am Smart. De reden is zijn recente prestatie in Waregem. Na een snelle start nemen de blauw-witte kleuren meteen de koppositie. Jo Corbani laat zijn vosruin dan even aan de binnenzijde terugzakken en op adem komen. In de laatste rechte lijn loopt hij aan de buitenzijde naar de 2e plek. De vormcurve van dit paard blijft maar stijgen. We verwachten hem dan ook bij het winnend trio. Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen.